Gendergelijkheid heeft in 2017 heel veel stof doen opwaaien. En ik vertel u geen geheim als ik u zeg dat dat stof waait tot diep in de, in de mailbox en in de klachten. Opvallend in dat genderdebat was die toon. Die toon in klachten en in het publieke debat. Twittertaal is de voertaal. Woorden als schandelijk en hallucinant en knettergek, die bepalen de toon van de klachten die bij ons binnenkomen. En heel veel gesprekken richting verzoening stranden omdat woorden op verschillen, met verschillende ladingen bij ons door elkaar gebruikt worden. Ik denk het type voorbeeld is het woord discriminatie. Mensen komen bij ons omdat ze zich gediscrimineerd voelen en dat is iets waar we recht aan willen doen. En tegelijk is het woord discriminatie zoveel meer. Het is een juridische toets, daar zijn wetten, decreten en die worden geïnterpreteerd door rechtspraak en het is die toets die we toepassen. En dus als het wat warmer wordt binnenkort, het is al wat warmer. En dan zullen wij wel opnieuw klachten krijgen of geluiden horen van leraars die heel graag een short willen dragen, terwijl hun vrouwelijke collega's een rok dragen. En we begrijpen dat gevoel. Maar de rechtspraak die we kennen, zegt ons dat dit geen discriminatie is.